En daar staat hij dan, de Sint-Anna-kerk, al 80 jaar op dezelfde plek in Amstelveen, maar niet voor lang meer. Vanwege de plannen rondom de ondertunneling van de A9 moet deze rooms-katholieke Sint-Anna-kerk plaatsmaken voor het asfalt. De kerk is gebouwd op 4 augustus 1924 en bestaat dus al meer dan 80 jaar. Wat zeker is, is dat de kerk voorlopig nog kan blijven staan. Volgens de vicevoorzitter Harry Lammers is het belangrijk dat de diensten gewoon door kunnen blijven gaan. De parochie heeft een nieuw onderdag gekregen. Iedereen die gelovig is en de erediensten willen bijwonen, kunnen voortaan naar de Titus Bransma Kerk in Amstelveen. De sluiting van de Anna Kerk is een verdrietige gebeurtenis en ook het einde van een tijdperk. Maar hoe gek het ook klinkt, het wordt toch uitgebreid gevierd. Om het tot een mooi eind te kunnen maken is er een grote slotviering welke op zondag 8 mei aanstaande zal plaatsvinden.